Schrijvers, dichters en schilders. Je vindt er velen langs de IJssel. Het is het licht en het zijn de luchten die hen aantrekt. Marja Zomer woont, werkt en leeft op haar Urker Kotter. Al 12 jaar zwerft ze nu over de rivier. Ze schildert wat ze onderweg tegenkomt. Kleine landschappen, want voor grote werken is in de kajuit geen plaats. Hallo. Marja. Hey, hallo. Ik moet even landen. Ja. Oh, mijn lak. Mijn lak. Moet je touwtje hebben? Nee, dat pak ik zo met je haak. Oké. Het is even wennen, het is even mijn evenwicht. Ja. Ik ben er. Ja. Nou, gezellig. Hey. Right. Hier zijn we in de ruimte. Ja, hier woon ik. En werk ik. Wauw. Gezellig. Ik heb alles voor je neergezet. Ja, ik zie het, ja. Tentoonstelling. Maar wat een bijzondere ruimte, joh. Goed, hè? Ja. En hier werk je ook? Hier op de tafel. Kijk, daar staan mijn schilderspullen en deze kast zit vol met... Attributen om te werken. Ja. Dus dan dek ik het. En je hebt mooi licht. Ja. Nou, dat heb ik allemaal gemaakt. Ja. Daarvoor, ja. Erg leuk allemaal. Ik raak ondertussen wel echt benieuwd naar... Ik zie allemaal al hele mooie dingen. Die bijvoorbeeld... Ja, dat is Culemborg. Culemborg. Aan de Lek. Ja. Ja, dus het is eigenlijk... Moet je het een beetje zien als een soort logboek, denk ik. Van mijn tochten, van mijn leven. Ja, ja. Dus het zijn allemaal... Nou ja. Eigenlijk, ik schilder steeds mijn omgeving. Ansichtkaarten. Nou, ja. Nee, maar dan mooi. Ja. Nou, ja. Nou, toch wel. Het is een soort... dat ik het vast wil houden, die mooie plekken en dat mooie licht. En op het water is het eigenlijk altijd mooi. Dus je schildert waar je met je boot bent. Ja. En nu lig je in een mooi gat. Is dat hier geschilderd, wat ik hier zie? Ja. Dus ik begin dan met kleine dingetjes, kleine schetjes. En dan worden ze wat groter. Ja. Is dus ook mooi. Ja, die vind ik mooi. Ja. Dat is dat zalmachtige wat je dus... En die, hier was het altijd heel erg mistig, hè. Het is zo in de herfst, dus dan... Dat vraagt dan meteen weer een andere manier van schilderen. Dus het is ook, dat vind ik zelf heel erg leuk, dat ik steeds weer opnieuw moet gaan om het uit te vinden. Mm-hmm. Daardoor blijft het fris en altijd zoekend. En als het, kijk, dit is bijvoorbeeld in Lovaard, dat is bijna bij de mond, bij waar de IJssel begint, vlak om de hoek, mm-hmm. bij Duiven. Daar. Ja, dat ligt ook aan waar ik lig op een plas. Dus dan zie ik toen zag ik eigenlijk de zon nooit opkomen. Dat was achter de boom. Maar dan zag ik weer de hele tijd vooral de zon ondergaan. Ja. Dus dan heb je weer heel ander licht. En uiden. Maar ik hoor je zeggen dat je steeds weer opnieuw een manier van schilderen moet vinden om vast te leggen. Ja, eigenlijk wel. Elke plek of elk licht vraagt toch eigenlijk om een andere benadering. En die heb je dan al van tevoren in je hoofd? Of nee, ontstaat nee, ter dat plekken? Ontstaat ter plekke. Ik weet ook niet, ik kom ergens aan. En wat er gebeurt is, ik ga eerst met de kano rondjes varen, steeds groter, plekjes bekijken, voelen. Ja, voelen. Hoe het is. Ja. En ik denk van, daar is een... Want ik kijk altijd natuurlijk wel naar compositie. En denk van, maar dit is waarschijnlijk morgen... als de zon daar vandaan komt, mooi. En dan ga ik de volgende dag weer kijken. Nou, of het zo is. Ja. En van, daar is het waarschijnlijk mooi. Zo rond, juist in de ochtend heel vroeg. Of in de avond. Dus, en dan... dan ga ik zo... zo'n buurt verkennen. Zo'n plek. Wat mij boeit, het is een soort werkelijkheid die je vastlegt bij mij. Dat probeer ik, ja. Ik wil dat je in elk ding, dat je
dat je erin kan, in gelooft. Ja. Dat het een boompje daar is. En dat die inderdaad verder is dan die. En dat je ziet de diepte, maar je ziet ook het licht. Zou je jouw manier van schilderen impressionistisch kunnen noemen? Of is dat... Nou, nee, geloof ik niet. Omdat jij zegt, het is de werkelijkheid. Ja, voor mij is het gewoon heel sec. Zoals ik het zie. En dan, ik doe gewoon mijn uiterste best, weet je. Dat je in die mist gelooft. Dat je in die ochtend gelooft. En... Dat werkelijk zo was. En dat schip brengt jou daar... Nou, ik breng het schip ergens. Ja, is het zo, ja. Ja. Maar het is inderdaad wel... Het is niet zo dat ik aan het schilderen was en toen een schip kocht. Het was eigenlijk... Toen ik het schip kocht, was eigenlijk meer een moment dat... Ik was juist opgehouden met schilderen. Ik wist helemaal niet zo goed waar het heen moest met het leven. Een beetje... Maar toen lag het daar opeens in zo'n vaart vlakbij Alkmaar... Ja. En toen was ik toch verkocht. Het kwam op je pad. Zo. Ja, het kwam toch op mijn pad. Ik heb ook nooit spijt van gehad. Nee. En je moest natuurlijk ook leren allemaal. Of niet? Ja, ik moest alles leren. Ja, en heb je daar hulp bij? Ik heb nou alles zelf gedaan. Vond het geweldig. Maar het was ook... Het voelde ook eigenlijk niet heel anders als schilderen. Je moet gewoon dat maken wat je echt... Zoals je het zelf wil. Het was gewoon mijn schip. Ik kon het helemaal precies zo maken zoals ik zelf wil. En nou werkt het ook gewoon als een heel goed... Het is en werkruimte en woonruimte. En alles grijpt in elkaar. En heb ik het helemaal precies zo gemaakt dat het goed werkt voor mij. Ja. Je schip is je alles. Ja, eigenlijk wel, ja. Zeg maar. Ja. Ga je ooit nog naar land? Nou, wie weet. Dat weet je niet. Ik denk, op een gegeven moment moet ik ook realistisch in zijn. Het is ook zwaar. Je moet alles maar aan boord slepen. Ook houtkacht voor de hout. Het is een zwaar leven. Of het is wel heftig, ja. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik te oud natuurlijk. Ja, maar je lacht er wel om. Ja. Dat zien we dan wel weer wat er gaat gebeuren. Ja.